Staatsolie heeft de bouw en renovatie van toilettengroepen van 4 scholen te Tulifo en omgeving gefinancierd. Ze deed dat in samenwerking met haar dochterondernemingen GoTo Energy Company Suriname en Staatsolie Power Company Suriname. In het kader van haar Corporate Social Responsibility beleid streeft Staatsolie ernaar sociaal-maatschappelijke bijdragen te leveren in de gemeenschappen waarin ze opereert. De gerenoveerde toilettengroepen van OS2 Livorno en de R. Silbaran School zijn op 7 maart officieel in gebruik genomen. Staatsolie heeft aan de scholen, nabij de raffinaderij en de warmtekrachtcentrale, een overzicht van problemen die nijpend zijn gevraagd. De scholen hadden allen renovatie of bouw van toilettengroepen hoog op de lijst staan. Staatsolie zegt de gemeenschappen waarin ze opereert toe dat zij ook in de toekomst continu aandacht zal schenken aan hun ontwikkeling.